Terwijl in het stadion van Standaar de laatste hand aan het veld wordt gelegd, ontwaakt de selectie van Ajax in hun hotel even buiten Luik tussen de heuvels van Chauxfontaine. Voordat de spelers naar buiten komen voor de gebruikelijke ochtendwandeling, zorgt het personeel ervoor dat de tuin er perfect bij ligt. Om 10:30 komen de Ajaxiden naar buiten. Casper Dolberg is iets te laat, maar weet zich met een mooie manoeuvre aan te sluiten bij de groep. Na 20 minuten houden de spelers het voor gezien en zoeken ze hun kamer op. Terug naar Luik, waar het met de kerstsfeer wel goed zit en enkele Standaar-fans vooruitblikken op de wedstrijd. Maar Standaar will play with his biggest team and Ajax have a good formation, so even the young players will play good. I think they want to show them and so I think it will be a good match. I wish it would be not the same than last match because there were a lot of perturbation and some hooligans fighting and we lose because of those supporters. Standaar de Liège is the best team of the world, so they have to be the best, you know, not to lose because of supporters. Red Devil, yeah, Red Devil! De wedstrijd begint vanavond om 9:05. Over de uitslag hoeft deze fan in ieder geval niet lang na te denken. I think it will be 3-0. Wow. Well, of course. Viva Standaar de Liège! Viva!